Hallo, ik kom meteen binnen om met een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met iets. Ja, je gaat echt zeggen, Koen, je bent echt een sukkel dat je dit doet. Maar ik heb mijn reden, oké? Ik ga vandaag niemand minder dan Alessandro Del Piero vrij spelen. 92, fucking zieke stats. Ja, ik ga hem vrij spelen. En je zou je afvragen, Koen, waarom de fuck ga je hem vrij spelen? Nou, daar heb ik mijn reden voor. Namelijk, 1, hij is fucking goed. 2, vorig jaar was hij ook fucking goed. En 3, hij is best wel traag, 83 pace. Maar hij heeft fucking goede shooting en shooting is belangrijk en fucking goede passing. En ik wil hem in mijn team hebben, zodat ik hem hier. Dan start ik hem in de spits en dan wissel ik om van formatie. Zet ik hem op cam. En dan als twee spitsen Dembele en Martial. En Martial krijgt waarschijnlijk een inform volgende week. Over 2 dagen. Wat hij gescoord heeft. Dus laten we dat hopen. In ieder geval, en waarom nog meer? Denk je van ja, maar Koen, je kan toch beter kopen. Bla bla bla. Nou, luister even, mensen. Wat er gaat gebeuren, ik zeg het jullie alvast. Ronaldo gaat komen. 96 Ronaldo. Die komt 21 jaar. En ik kan je nu al vertellen: daar moet je een icon voor inleveren. En die moet zeker hoog zijn. 92 plus icon, denk ik. Kan ik hem gewoon inleveren? Top! Gaan we doen! Let's go, Del Piero. Ja, dit zijn de squad matches. Dat zijn echt fucking duur. Het kost ongeveer een milli. Ik heb geen idee of ik genoeg coins heb. Daar gaan we straks achter komen. Laten we in ieder geval beginnen met de icon inleveren. Ik heb een icon. Ik moet nog wel even omtoveren naar icon. Liedmanen. Top. Die even omtoveren naar Cam. Oh, duurt lang. Trouwens, mensen, doe zeker een duimpje voor deze video als je het tof vindt. Er komen ook fucking veel leuke packs aan. Ik weet niet of jullie dat wisten. 100k pack, 50k pack. Allemaal helemaal toppie. Welke moeten we hebben? Deze, Cam to CA. In ieder geval, hier krijg je 100k pack uit deze squad matches. Misschien krijg je wel dusdanig goede packs. Dat je, ja, gewoon fucking blij bent en zo. Fucking zonde, 400k. Oké, let's go. Nou, die is weg. Dat is een icon weg. De eerste icon van het jaar heb ik net weggegooid. En dan krijg ik een 100k pack voor terug. Oké. Oké, volgende. Maar doe zeker een duimpje omhoog. 5000 likes helemaal top zijn. Moet zeker lukken. En ben je nog niet al meer? Doe het dan zeker. Blokje water voor het verdriet wat ik ga leiden omdat ik al mijn spelers weggooi. Let's go naar de Juventus squad. Zal ik jullie aanraden om dit ding te maken? Niet echt. Het is best wel duur. Ik hoop gewoon dat ik een paar spelers al heb, maar ik denk het niet. Ik maak ze gewoon met zo'n ding waar je het vindt op internet, van hoe het moet. Dat is namelijk gewoon handig. Trouwens, ik ga wel spelers even nuttig kopen. Niet zo dom kopen zoals ik altijd doe. Ik hoop zo dat je straks met die Ronaldo, weet je wel, dat je dan echt dat moet doen wat ik zei. Dat je een 92 icon moet inleveren. Dan ben ik namelijk echt blij. Dan kan ik hem gewoon inleveren zonder dat het mijn geld kost. En dan kan ik echt, dat scheelt zoveel geld. Alhoewel ben ik er nu dan dat geld kwijt, maar dan niet. En dan voelt het een stuk minder erg. Plus dan gaan die prijzen niet uitgaan waarschijnlijk zo de lucht in. Ik ga wel echt op mijn coins letten. Want dit is wel echt gewoon iets waar je gewoon oprecht wel veel coins mee kan besparen. Als je gewoon een beetje oplet. Nou, doe ik dat niet heel vaak. Maar ik ga het nu wel echt doen. Ik ga ze nu ook echt opzoeken. Wat ik normaal niet doe. Want bijvoorbeeld zo'n Berzac, die is gewoon fucking duur. Allemaal voor die fucking Del Piero. He better be good. Nee, maar hij is sowieso tyfus goed. Hij was vorig jaar ook zo fucking goed. Ik vind het zo kut dat hij als een speler niet voor 2900 dan op is. Maar wel voor 3k. Klootzo. Doe even iets kut. Denk ik dan. Maar ja. Dan heb ik alleen nog Hubbard. Dus dan heb ik ze allemaal. Ja, als ik dan mis ik er weer eentje, word ik helemaal gek. Dan word ik helemaal gek op mijn kop. Zo, maar ik ben nu die Sydney squad aan het kopen, die is nog niet zo duur. Dat boeit, dit is eigenlijk allemaal, kost echt een tyfus. Maar straks krijgen we de 87 rated squad en zo. Nou, die zijn echt zo tyfus duur. Daar worden we echt niet goed van. Ik begin nu steeds meer te twijfelen of dit een goed idee is. Maar ja, ik kan nu toch niet meer terug. Want nu heb ik die icons. Het is wel goed dat ik die icons eerst heb ingeleverd. Want daar kan ik in ieder geval geen spijt meer van krijgen dan. Nou ja, geen spijt meer dat ik het doe. Want ja, ik ben nu toch al zo dieper in. Ik ben nu al 400k kwijt. Al, ik hoop zo dat ik in die 100k pack iets krijg. Oh, maar het zal wel niet. Daar moet ik eigenlijk niet op hopen. Maar eigenlijk, zeg maar, hij kost een milli. Maar laten we zeggen, je krijgt 300k terug uit die pack. Nooit gaat gebeuren. Maar stel je voor dat het lukt. Ja, dan is het helemaal niet duur. Moet je wel 300k terug uit die packs. Dat wordt wel lastig, denk ik. Maar ik heb straks wel gewoon een 92 cam. En dat is wel lekker. En die schiet ook nog eens alles erin, heb ik vernomen. Wist u trouwens dat Dani Alves maar 4k is? Dani Alves maar 4k, gast. Let's go. Oké, Juventus kunnen we inleveren. Die hebben we klaar. Ja, dat is nummer 2. Oh, rip geld. Nou, de topspelerspakket. Dus een 45k pick, dat is best ziek. 45k pick en dat kostte echt maar 30k of zo. Kan natuurlijk ook al wat spelers, dat helpt natuurlijk ook mee. Deze daarentegen van dat Sydney team is wel anders. Daar krijg je een 7,5k pack voor. Dat is niet heel bijzonder. Maar zeg maar, een 45k pick voor, ik denk 35k of zo, is het op zich best wel waard. Zeg maar, net als deze. Dit team kost ongeveer 5k of zo. En je krijgt een 7,5k pack voor. Nou, zou ik niet 5k uitgeven voor 7,5k. Want uit 7,5k krijg je echt nooit geld terug. Maar op zich zijn deze dingen helemaal niet heel slecht. Als je kijkt wat voor reward je ervoor krijgt. Het feit dat je gewoon niks in die packs krijgt. Dat is gewoon een beetje sad. Oké, dit is het team. Hoeveel heeft dit team gekocht? 4.9k. 4.9k van 7.5k pack. Niet heel bijzonder, maar nou, het kan ermee door. Oké, gaan we door. Italië. En dan moeten deze. Oh, dan moeten de echt pijnlijke. Dan gaan er echt pijnlijke pas komen. Maar eerst het Italiaanse team. Oké, mensen, als het goed is, heb ik nu het Italiaanse team ook af. En dan zijn we op de helft. Yes, dan hebben we de 4 makkelijke teams gehad. Ik heb niet genoeg teamgeest. Oké, dan maken we even van iemand een cam. Of maak van jou een LM'tje. Maak van jou wel even een LM'tje. Waarom staan die dingen zo fucking erg door elkaar? Dit is hem. Fucking irritant, man. Yes! Stuur! Boom! 15k pack. Oké, premium jumbo goud pakket. 84, 50, 76. Wat is dit nou? Waarom heeft dit een CNFC logo? Oké, let's go! 84 rating. Geen informs? Geen informs. Oké, beter. Dan gaan we weer. Oh, stond er even 400, gast. Die vent is 7k of zo. Ja, dat is misschien niet waar. Maar hij is wel fucking duur. Oh, 3500, 3k meer. Is toch zonde. Is gewoon zonde. Duur is deze gast. Ja, ik kan er dus echt niet tegen. Zijn er zo fucking veel voor 2500. En niet voor fucking 100 coins goedkoper. Ik weiger hem voor 2500 op te pikken.
Kom aan. 3400. Beter. Schild me 100 coins. Gaat om het gevoel. Ja, deze 34 squad is nog best wel te doen. Is helemaal niet zo heel duur. Ik ga het ook denk ik echt wel halen met coins. Tenminste, dat zeg ik nu. Ik heb geen idee eigenlijk. Maar ik denk het wel. Ik had al best wel wat space. En dat helpt natuurlijk wel. Ik heb nu echt spijt dat ik het ben begonnen. Maar maakt niet uit. We gaan er nu gewoon mee door. 34 team is ook af als het goed is. Dan gaan we even kijken. Dit is echt ongelooflijk. 1700. 1700. Binnenengelen. Gewoon binnenengelen. Ja, ik ga hiervoor niet helemaal naar de transfermarkt. Oké, okay, let's go. Team nummer 5 is af. De dure teams gaan nu komen. Dit team was ook niet heel duur. We krijgen hiervoor een Jumbo, een premium Jumbo goudpakket. Volgens mij 15k ook. Dat is niet heel bijzonder. Nee, niet heel best. Oké, okay, maakt niet uit. 50 team rating. En 60, 70. Oké, okay, laten we doorgaan met de 85. We komen in de buurt. Let's go. Oh, mijn coins. Mijn zwaar verdiende coins. Waarom doe ik dit? I better pack a legend. Ik hoop echt zo dat ik een goede legend pack zo. Een item natuurlijk, sorry. Excuus. Dat zou wel lekker zijn. En terecht ook. Terecht voor de pijn die ik leid. Ongelooflijk, waarom doe ik dit? Ik heb zoveel spijt op dit moment. Ik heb gewoon ziek lang gespaard voor deze coins. En geef ik het gewoon weg in een uur. Dan heb ik wel leuke 92 spelers ervoor straks terug. Stel je voor, ik krijg echt niet eens boord uit mijn hondkapik, hè? Dan ben ik genaaid, hè? Besef. Dan ben ik echt keihard genaaid. Dan heb ik alleen maar 92 spelers. Die ik niet kan verkopen. Jezus, het kikt nu pas in. Het kikt nu pas in. Ja, ik word hier helemaal niet vrolijk van. Om heel eerlijk te zijn, word ik hier een beetje depressief van zelfs. Ik heb nog maar 260k. Oké, met heel veel geluk ga ik het of net wel halen of net niet. Ik heb nog 71k. Oh ja, ik moet hem nog. Oh ja, never mind. Nee, rip. Nee, dit is een rip. Ja. Ik hoop dat ik Benucci überhaupt kan halen. Nou, dat wel. Maar dan heb ik nog 2k over om precies te zijn. Dat is niet genoeg, want ik moet nog 20k hebben of zo. 20k, ja. Rip. Nou, oké, okay, dat gaan we even. Dat kan ik wel fixen. Nou, we discarden gewoon even 2 informs. Kijk, dat is altijd handig die informs te hebben. Kijk, dan altijd die kutduizendjes. Hop, jij weg. Oké, jij ook weg. Hoppa, lekker. Meenemen. Nou, zullen we hem wel ook maar weg doen? Voor zeker heb ik in ieder geval genoeg. Oké, okay, let's go. 30k, nu kunnen we het afmaken. We kunnen het afmaken. 9k, was ik uiteraard te laat. Deze ook, zeker te laat. Nee, ik heb hem. 9,9k, oké. Okay. En nog een Navasje en dan heb ik het team. Oké, als het goed is heb ik nu iedereen. Oké, okay, die moet even de transplant. Oké. Okay. Oké. Ik moet naar de wc. Oké, dit is goed. Select je samenstelling uitdagingen. Icons. We hebben nogal bijna mensen. We hebben alle spelers. We kunnen hem afmaken nu. 60 beoordeling. Oké, let's do this. Ja, die staan nog op die fucking andere op de transfermarkt. Oké, dan gaan we eerst die andere maar even invullen ook meteen. Oké, mensen, we hebben hem bijna. Dan kunnen we de packs gaan openen. En heb ik mijn beste speler uit mijn club binnen. Als het goed is, is hij nu vol. Ja, kunnen we die inleveren. Dit is het team. Ja. Rip. Mega pakket, 35k pick. Is ook helemaal niet bijzonder. Helemaal slecht eigenlijk. En we hebben nog 1 team over. Daarvoor moet ik eerst die andere spelers even naar de ding sturen. Njom, gaan we weer. Njom, njom, njom. Oké, ja. En ja. En dan hebben we nog 12.000 munten over. We hebben het team verlaten. Wat zit daar voor onzin? Wat geboeld hier. Oké, dit was nuttig. Oké, Del Piero. 87 beoordeling. Let's make this fucking team. Ik heb hem. Deze kan wel onweersleven, joh. Kan ook niet. Dit is hem, mensen. Ik heb mijn fucking Del Piero. Oh mijn god, ik ga hem inleveren. Ik heb hem ingeleverd. 50k pack, beloning claimen. Hoppa, daar is hij dan. Oh mijn god, I did it. Waarom de fuck heb ik dit gedaan? Wat een heerlijke kaart wel, om heel eerlijk te zijn. Echt een fucking goede kaart. Let's go, komt ie. 92 rated. Oh mijn god. 5 star weak foot, dus ook is fucking chill in the game. 4 star skill moves. Love it. In mijn club. Kunnen we even zijn in-game stats zien. Heerlijk. 82 uithoudingsvermogen is gewoon goed. Niet heel veel kracht, 64, maar die schiet de stats. Nou, ik krijg er een harde dop van. Heerlijk. 91 longshots, 35 finishing. Love it. Oké, okay, stoppen we hem in de club. En hebben we nu nog de packjes die we kunnen openen. Ja, ik verwacht er maar niet te veel van. Oké, okay, ik verwacht eigenlijk best wel dat we even iets packen in ieder geval. We hebben een 100 kaper, we hebben een 50 kaper en wat slechte packs. Volgens mij zijn ze van... Nee, zijn niet van slecht naar goed. Oké, okay. Dit is een 7,5 kaper pack. Ja, dit is een 7,5 kaper pack. Nou, daar verwacht ik niet dat we überhaupt een bordspeler krijgen. Zowel zou het leuk meegenomen zijn, maar dat is inderdaad niet het geval. Een non-rare. De pack dit jaar is nog niet heel goed, dus ja, dat zal wel helemaal niks worden. En wel een fitnesskaart. Daar ben ik blij mee. Een contractpakket. Yes. Kijk, mensen, wie klein hier is, is groot niet weert, hè. Je kent de uitdrukking. We hebben 2 15k packs, een 25k pack, een 35k pack, een 50k pack en een 100k pack en een 45k pack. Oké, okay, best goede packs op zich. Oké, okay, 15k pack eerste. Let's go. Dan gaan we dan. Ja, we kennen het bord. Kom op, geef alsjeblieft het goed. Wat goed. Wat goed. Spaans. Pedro, matig. Ja, die heb ik echt al 100 keer gebruikt in die Squadbone Challenges. En ja, die is niet veel waar, want ik heb hem ook iedere keer gekocht. Dit is niet heel best. Oké, volgende, wel bord in ieder geval. Daar ben ik blij mee. Op naar de volgende pack. Kom op, geef me even wat goed. Kom aan! Geen borden. Dan skip hem gewoon. 15k pack zonder borden. Ik ben echt heel bang dat we in die 100k pack echt heel erg shit gaan krijgen. Dit pack is echt heel slecht. Ik hoef er niet eens meer over na te denken. Gaan we door. 25, 35, 50, 100, 45. Oké, okay, eerst 25k pack. Kom aan. Nog 5 packs te gaan. Kom op. Geen borden in mijn 25k pack. Allemaal rares. Yes. Lekker. Dit gaat goed. Dit gaat de goede kant. Nee, maar het is zeg maar als je nu slechter krijgt, dan krijg je straks goede. Zo werkt het nou helemaal. Ja, niet waar. Hè? Nee, is niet waar. Maar we hebben hier een 100k pack in dit pack. Dat is wel lekker. Een contractpakket. Yes, weer een contractpakket. Lekker.
Blij mee. Twee contactpakketten al. Contact hoef ik me in ieder geval geen zorgen meer over te maken. Oh, nog een pack. Goud contactpakket. En nog één. Goud gemeen... Oh, is gemeen contact. Ah, dat is minder. Oké, mega pack. Let's go. De goede vier komen er nu aan. Een mega pakket. Oh, geen bord in mijn 35k pack. Geef me dan een Martial. Martial. Oh. Geen geile seks. Oh, absoluut geen geile seks. Nee, vind ik hier natuurlijk niks waard. Weg ermee. Oh. Oké, 45k heb ik dan. Kom aan. Oh, geen nieuws. Dit kan je echt niet maken. Jee, dit kan je echt niet maken. Oké, we hebben borden. Yes. Let's go. Het is in vorm. Oké, is goed. Kan het goed zijn? Duits. Spits. Oh, wat slecht. Oh, wat ongelooflijk slecht. Voel ik je rug. Waarom zijn er zoveel Duitse shit spitsen in vorm dit jaar? What the fuck? Maar wel in vorm. En Asensio. Dat heb ik ook echt 100 keer gebruikt. Ja, Asensio is 4k. Nee, ik begin nu toch wel op het punt te komen dat ik een mental breakdown begin te krijgen. Ik heb nog 2 packs over. Een 50k pack en een 100k pack. Laten we maar gewoon openen. En we zien het wel. We zien het wel. Geef me een icon, zou ik zeggen. Een iconnetje. Boom! Ja, in ieder geval borden. Geen inform. En we krijgen... Oh, Hamziek. Let's go, Hamziek. Ik heb geen idee of Hamziek iets waard is. Maar het is wel 87. Dat is goed. En een walkout. Lekker. Meenemen. Hamziekie. Dit is goed. Hamziek ben ik blij mee. Oké, misschien nog wat in de pack. Zou fijn zijn. Carvajal. Voor de rest niet. Maar hoeveel is Hamziek waard? Oh, 40, 50k wel. Oké. Dit is lekker. Ik ben daar zeker niet ontevreden mee. Lekker. Poeh, wat is dit lekker zeg. 50k in ieder geval terugverdiend van de miljoen die ik bijna uitgegeven heb. Zou je denken, Koen, ben je er blij mee? Niet echt eigenlijk. Maar maakt niet uit. Het is beter iets dan niets, jongens. Oprecht, beter iets dan niets. Dit voor de rest is het erg slecht. Dan hebben we nog 1 pack over. Een 100k pack. Mensen, ik wil jullie allemaal duimpje omhoog als jullie nog geen duimpje omhoog hebben gedaan. En dan wil ik Tropic Love. En een nose pack. Komt-ie. 100k pack. Alsjeblieft, geen wat goeds. Icon. Oh, en we krijgen een screenspeler. Ja, dat hoeft natuurlijk niks te zeggen. Er kan altijd nog wat achter zitten volgens mij. Behalve een icon, dat kan niet. We krijgen Bender. Dat is echt heel slecht. Oké, Bender 83. Ja, dit is hartstikke leuk en aardig. Laat me alsjeblieft zeggen dat er iets achter die pack zit. Alsjeblieft. Kom op. Oh, we krijgen Verratti, Icardi, Aduriz. En voor de rest niet heel veel. Is het heel goed? Nee. 30k, ja, dat is niet heel goed. Ik heb misschien 100k terugverdiend. Nee, qua packs was het niet waard. Maar qua de speler die ik heb. Want het is wel een goede speler. Moet toch wel eerlijk in zijn. Het is een goede speler. Op zich wel even huilen. Mag ik even huilen? Oké. Ik ben weer terug. Ik heb even gehuild. Oké, ik heb 40.000 munten nog. Ik begon met 500k. Ik begon met 950k. Ik kom denk ik toch op een rustig 130k uit. Maar ik heb wel deze speler, Del Piero. Love him. Ik ga hem mee spelen. Ik ben heel benieuwd hoe hij speelt. Ik ben echt oprecht heel benieuwd. Ja, Del Piero. Daar is hij. Del Piero, ja. Heerlijke kaart. Ik ga hem spelen. Ik ga vast laten weten hoe hij is. Del Piero. Mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. De packs waren niet helemaal over naar huis schrijven, maar het was wel oké. Vond je het leuk om zeggen een duimpje omhoog. En dan zeg ik gelijk veel meer de volgende keer. En zeg doei. Later. Doei.